Word je nou nog wel eens ontroerd door muziek? Ja, tuurlijk. En zijn het dan stukken of momenten? Het zijn nooit uitvoeringen. Het zijn maten. Zowel lezend als horend. Het zijn kleine dingen. Nog is het einde niet in zicht. Natuurlijk, hier en daar een barsje of soms een tikkeltje stram. Maar toch draait de geluksmachine opgewekt en nog op volle toeren verder. Zeker, we blijven zoeken naar dat afgedankte fabriekje met tuin, rivier voor de deur en in de verte de bergen. Het perfecte decor voor een gelukkige retraite, als het eenmaal zover is. Een eetzaal, geregeerd door Ineke en Marinette. Annelies de donkere kamer, Albert de wijnkelder, voor iedereen een taakje. Remy en Emilio doen de bibliotheek, Richard de paarden en Gustavo plant de grote omwentelingen. Iets minder dan vroeger misschien, maar nog wel dagelijks een revolutie. Frans herleest zijn partituren, maar niet alleen dat. En gelukkig organiseert alleen elke vrijdagavond een gemaskerd bal met Maarten als kwartiermeester. Het wordt stiller. Alleen zachtjes klinkt nog altijd Conrads lach. Later op de avond brengt een krakende trap met portretten van de vertrokkenen aan de muur ons naar de slaapzaal. Aparte nisjes voor Rob en Maggie en voor de stagiaires, maar verder gewoon weer allemaal samen. Maar ja, dat is allemaal nog verre toekomst en wellicht ooit een andere film. Dank je Carmen voor de zoveelste reis door Spanje. Morgen naar huis, even maar, en dan wachten weer nieuwe avonturen. Met Bach, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn of Chopin. Meer soep, meer broodjes en soms een verdrietige lasagne. Maar vaak ook taart en champagne. Enfin, er valt nog zoveel moois te doen, dus wordt vervolgd.